Hey iedereen en welkom bij weer een nieuwe challenge. Dit keer is het een totaal andere challenge. We gaan namelijk tekenen, maar niet zomaar tekenen. We gaan iets overtekenen, want ik dacht, er zijn wel kinderen die een talent hebben om torens te bouwen, om foto's te nemen, maar misschien zijn er ook wel kinderen die een talent hebben om te tekenen. Ik heb alvast helemaal niets met tekenen. Ik kan helemaal niet zo goed tekenen. Maar ik ben benieuwd hoe jullie het ervan afbrengen. Want ieder tekent op zijn eigen manier. En dat zou ik wel eens graag willen zien. Wat gaan wij tekenen? Een plantje of een bloem dat jij dicht bij jou hebt. Wat bedoel ik daar nu mee? Je gaat in je huis of in je tuin, als het mooi weer is, op zoek naar een leuke bloem of een leuk plantje. Het is belangrijk dat je deze zo goed mogelijk natekent. Dus we gaan eerst onze plant of onze bloem zo gedetailleerd mogelijk bekijken. Gedetailleerd, wat wil dat zeggen? We gaan alle blaadjes, alle meeldraden, alle delen van de bloem of van het plantje gaan we heel goed bekijken. Voorkant, de achterkant, de bovenkant, de onderkant zal misschien een beetje moeilijk zijn om te tekenen. En dan gaan we deze zo goed mogelijk proberen overtekenen. Ik zal dit alvast doen. En nadien is het aan jullie natuurlijk. Een blad papier, dat mag natuurlijk een kladblad zijn. Een potlood en een gom, voor als je iets fout hebt getekend. En natuurlijk een plant of bloem naar keuze. Ik heb alles bij, zie dat ik niet van de trap val. En ik ga nu op zoek naar een bloem of een plant in huis, want het is aan het regenen buiten. Dus we zullen eens zien of we iets vinden. Ik heb hier een plantje. Hier ook een. Dat is geen echte. Hier ook. Dat is ook een gedroogde, maar dat heb ik niet nodig. Dat is geen plantje. Hier heb ik ook een aantal mooie bloemen. En hier heb ik ook nog een plant, maar daar staan niet zoveel bloemen op. Dus daar valt niet veel te tekenen aan. Ik denk dat ik toch ga voor dit. Hier ga ik dus één bloempje uitkiezen dat ik dan probeer zo goed mogelijk over te tekenen. Mijn blad op de grond gelegd, maar je kan het natuurlijk ook op een tafel leggen. En ik heb deze bloem uitgekozen. Dat zijn trouwens mijn lievelingsbloemen, dus daarom ga ik deze ook tekenen. Ik heb mijn tekening een beetje ingekleurd. Ik heb dus geprobeerd om hier het middelste van de bloem na te tekenen, zo kleine bolletjes, en in het groen te kleuren. Dan de kleine, korte, rode blaadjes. Zie je hier in het rood. Die zijn een beetje groter dan de groene bolletjes. Dan heb ik hier korte oranje blaadjes. En dan de lange oranje blaadjes. En zo heb ik geprobeerd om mijn bloem zo goed mogelijk te bekijken. En om ze zo in deeltjes over te tekenen. En nu dag ik jullie uit om net hetzelfde te doen. Kies een bloem of plantje dat jij mooi vindt om na te tekenen en teken het of probeer het gewoon zo goed mogelijk na te tekenen. Succes! Bye.